Het leuke van radio maken is, dat doe je met de luisteraars, voor de luisteraars, door de luisteraars, samen met de luisteraars. En de programma's die moeten inhoudelijk goed redactioneel naar voren kunnen komen. En vanuit je hart moet je een programma kunnen maken, goed redactioneel onderbouwd. En dan kunnen we daar het komend seizoen alle profijt van hebben. En dan praat ik alleen al over Goed Weekend en 7 O'Clock Rock. Nou, wat ik leuk vind aan mijn programma, dat is het feit dat het vrij breed kan zijn. Je kan leuke specials maken over bepaalde dingen. Wat ik zo leuk vind aan mijn programma. Ja, in Dansen Mag behandelen we alle facetten van de dance. Dubstep, techno, hardcore. Het leuke aan dat programma is dat ik er elke week de aandacht heb voor lokale, regionale en landelijke bands. En heel af en toe zelfs ook een buitenlandse band. Het leuke aan het programma is dat je vooral met muziek bezig bent. En dat is toch wel live om draait. Iedere keer weer anders samenstellen, lekker de techniek doen. Lekker redactioneel bezig zijn. We draaien 70's, 80's, 90's, zero's. En daarnaast kunnen gast-dj's ook aan de gang bij ons. Wat ik hier zo leuk vind is dat ik mijn eigen gang kan gaan met mijn oude plaat uit de jaren 70, 80. En dat ik het samen met Robert elke donderdagavond weer een groot feest is hier. Het leuke aan radio presenteren is dat je zelf een sfeertje kan creëren. Je kan zelf ervoor zorgen hoe een luisteraar het beleeft. Nou, het leuke daaraan is om de luisteraar met een goed gevoel de zaterdagavond in te sturen. Het muziekparadijs vind ik leuk om te doen vanwege de diversiteit aan de plaatjes die ik kan draaien. Wat leuk is aan de sport, je weet nooit wat er gebeurt. Het ene moment gebeurt er niks, draai een plaat en twee minuten later heb je doelpunten. Dus het is verschrikkelijk interactief. En het is mijn muziek die ik presenteer. Ik zou, weet je wat we dan doen? Doen we gewoon zo. Hoe zit het nou aan de uitzending? Serieus? Ja. Tering. Oh, dat is mijn schuld. Weet je, shadows te draaien in de Dance Club. Ja, zo worden ze wereldberoemd. Ik kan er ook niks aan doen. Wat vind ik zo leuk aan de WOS? Wat vind ik van de WOS? Het leuke van de WOS, dat is de samenhorigheid, het vakmanschap wat daarbij hoort. Het mooie aan de WOS is dat het een ontzettend grote club is van vrijwilligers. Mensen die dus eigenlijk allemaal zich belangeloos inzetten. Ik ben hier net anderhalf jaar, dus het was een beetje onwennig. Maar dat is net als een warm bad, weet je. Je gaat erin en En dan uiteindelijk lig je er toch wel lekker in. Nou, bij WOS Radio zit er een leuk team mensen die de hele dag radio verzorgen en uiteraard ook 's avonds. En dat gaat gewoon constant maar door. Wat ik vind van de WOS is dat het een omroep is die bestaat uit vrijwilligers die allemaal gelijk zijn en die allemaal met veel toewijding hun eigen programma presenteren. Nou, ik vind de WOS een mooie omroep die lekker dicht bij de luisteraars en de kijkers staat. Alles kan en niets is te gek.